Slot, bekerwedstrijden gezien? Uiteraard, beide gezien. Zwolle, mijn oude clubje, die natuurlijk in de halve finale speelde. Dus daar kijk je met extra belangstelling naar. En uiteraard naar Groningen Excelsior gekeken, omdat wij deze zondag tegen Groningen spelen. Ja, de achterplaats kan wel eens heel belangrijk worden dit seizoen. Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk wie die finale dan wint. Hè. Maar goed, zelfs de zevende plek is nog niet helemaal uit zicht met 6 punten. Dus wij hebben nog alles om voor te spelen, ja. Ja, als je er zo dichtbij staat, dan moet je er ook vol voor gaan, denk ik. En met oog op het programma dat we hebben, is dat denk ik heel goed mogelijk. En de eerste horde is zondag, Groningen. Een hele mooie wedstrijd. En ja, en als je die wint, dan zet je wel weer een hele goede stap. Een ander belang is het kampioenschap van het Noorden. Denk je dat het Cambuur gaat worden dit seizoen? Nou, is inderdaad nog 6 puntjes achter. Dus daar aarzelen we nog steeds op die positie. Want dan weet je zeker dat je in die play-offs terechtkomt. En dat is niet uitgesloten. Maar dan is zondag wel gelijk een hele belangrijke wedstrijd. Een belangrijke stap in de goede richting kunnen we dan zetten. Dus het zou heel erg lekker zijn als we dan heel goed voor de dag komen. Ja, Groningen zit in een goede flow. Heeft net een bekerwedstrijd in de been. Wat verwacht je zondag? Nou, wat je zelf al zegt. Groningen een hele knappe prestatie geleverd door de halve finale te winnen. En nu de finale te spelen. Vorig jaar Europees voetbal gehaald, dit jaar gaan ze er dus voor de beker ook weer voor. Maar tegelijkertijd zullen ze ook naar de ranglijst kijken en naar die achtste plek nog kijken. Want als ze de finale verliezen, dan is die achtste plek weer heel belangrijk. Dus die zullen er ongetwijfeld wel voor gaan tegen ons. En hebben uitstekende spelers. Maar wij hebben de afgelopen wedstrijd gewonnen van Go Ahead en gaan ook met heel veel vertrouwen naar Groningen toe. Ja, je weet, het is gewoon een hele mooie wedstrijd. Zowel voor hun als voor ons. En als zij ook nog... voor die achtste plaats willen gaan. Want kijk, zij zijn natuurlijk niet zeker voor Europees voetbal nog. Ze moeten deze finale nog maar winnen. Dus ja, zij willen ook gewoon winnen om gelijke hoogte met ons te kunnen komen. Dus ja, hun gaan er ook voor. Dus ik denk dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Maar goed, we hebben alle vertrouwen in dat we kunnen winnen daar.